Dus, nou is het op zoek naar Wither, zodat wij Soul of Flight kunnen krijgen. En met Soul of Flight kunnen wij samen met de ijs verder, kunnen we dus de Ice Wings maken. En daar hebben we onze eerste. Waar is hij? Oh, daar. Hoi. Hij is dood. Ik heb hem. Oh, komt gelijk een tweede. Jongens. Ik hoor jullie niet meer. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben bang dat we last hebben van een technisch mankement. Ik denk dat Skype is uitgevallen. Ja hoor. Ja, dank je. Iemand merkt het. Ik denk, jongens, jullie zijn heel erg stil. Geweldig audio komt daar. Echt top. Ja. Ik loop te lullen en niemand reageert. Nee, inderdaad. Dat had ik ook. Oh. Even kijken. Als ik nou eens even voor de zekerheid even minimaliseer. Goed zo. Skype. Leuk je mijn opnames. Oh, hoi. Nou, we hebben er in ieder geval 30 nodig. Ik weet niet op hoeveel dat we al zitten. Nou, ik heb er één. Nee, qua souls. Ik heb er 6. Oh, ik nee, heb... ik heb er 10. 14 en je had er 6? 6. 30. Dan zitten we al op 30. Kunnen we weer gaan. Oké. Teleporteer terug. Oké, mag ik ze even voor jullie hebben? Natuurlijk. Meet maar bij de speciale anvil. Ik dacht dat je ze daar maakte. Denk het ook. Nee, blijkbaar niet. Hai. Hey, waarom wou hij ze niet gooien? Nou, ik heb ze nu gegooid. Even kijken. Nou, ik heb ook een kleine lectie. Ik hou alles aan stil. Dat verklaart het. Guide, welk plateau moet ik hebben om ze te maken? Die ene, niet die ander. Eerst kijken, de Frostwings. Ja, Mithril Anvil. Daar sta ik bij, daar stond ik net bij. Eskimo. Hier, Frozen Wings. 1. 1 setje Frozen Wings. Oh, ik heb een fout gemaakt. Ik dacht dat je de 10 nodig had, maar je hebt de 20 nodig. Mee? Oh, terug. Ja. Ik heb iets voor je. Deze okay. Geeft, plus 4% oh. Damage. Is het even Nimbus Rod upgraden? Ook het vergeten. Oh. Ah, we moeten weer heel dat pocket teruglopen. Damaged. Sorry. Ongelukkige kan niet meer bedenken. Zeep. Oh. Demonic. Erwin, dan heb ik wat voor jou. Een betere ballon. Zodat jij ook geen falling damage... totdat jij ook een wing hebt. Yo. Ja, ik dacht damage is voor jou heel erg fijn. Met je... met die knife. Best wel. Nou, we zitten in ieder geval al op de helft van de Soul of Flight. Yay! Oh, hier ligt gewoon een Godly KO Cannon. Oh no. Die ligt hier gewoon random op de grond. Waarom ook niet? Die doet 47 en die doet dit. Leuk. En grappig is, hij is nog eens Godly. Dus die verkoopt veel. Vaak maar... wel. En dan gaan we nu naar het weer van 8 uur 30. Het is lichtelijk bewolkt met een westenwind van 4 miles per hour. Waarom ook niet? Is ook langzaam. Inderdaad. Soms hoeft het niet uit te waaien. Nee.
Ik bedoel, je kunt ook hier in Nederland zitten waar in één keer de temperatuur van 28 graden naar 13 graden gaat. Ja. En geloof me, dat voelde inderdaad even fris aan toen ik boodschappen ging doen. Toen dacht ik van, oh. Het is niet normaal hoe koud het is, joh. Hè? Het is niet normaal hoe koud het is. Nou, ik noem het niet koud, het is fris. Het is niet koud. Het extreme is de overgang. Ja. Van, nou ja, heel warm weer. Naar ja, toch. Ik ben nou een week lang warmte gewend. Met de 25 plus graden. Nou is ik weer 14. Ik loop een blauwbek buiten. De temperatuur is inderdaad enorm gedaald in één keer. Dus voor de kijkers, we nemen dit op een 14 mei. Dus dan weten jullie wel ongeveer waar we over praten. Ja. En als jullie denken, Erwin, je bent er volgens mij voorbij. Of niet? Nee. Staat... Nee, je bent er nou. Pas op, nee. Nou, en als we deze Wings te pakken hebben gekregen, dan denk ik ook dat deze opnamesessie tot een einde gaat komen. Want ik heb over een uurtje een livestream en dan kan ik nog een beetje op adem komen voordat ik ga livestreamen. Ja, lijkt me misschien wel handig dan, ja. Dus, en ja, ik heb het al beloofd, dus ik kan het niet meer afzeggen, dus hallo. Snel maar hopen dat die Wither zo snel mogelijk wil spannen. We hebben er minimaal 3. Want ja, ze kunnen een variatie tussen 10 en 6 Solof Flights droppen. Dus... Net spannen ze wel heel erg hard, dus... Extreem. Beter gezegd, bij de eerste spande er al direct de tweede al voordat we hem verslagen hadden. Ja, we hebben er in totaal hadden we de 4 gelijk, achter elkaar. Ja, ik ben er bijna ook. Maar nog niet helemaal. Hij is er bijna, hij is er bijna. Oh, daar is hij. Hoi. Hoi. Kijk dan, ik maak splettertjes in het water. Sorry. Ik splatter. Oh! En daar is hij. Mijn kill! Hij gaf er 8. Dat was toch overduidelijk die van mij. Dat was mijne. Hier, dat wordt ook mijn kill. Normaal niet. Helemaal hier niet. Zie je de mijne. Dat was voor mij. Nee, dat was voor mij met mijn Jester Arrows, jongen. Bijen. Jij moet je mond houden, mage. Sorry. Jij hebt niks gevraagd, bedoel. Auw. Mag ik heel eventjes van mijn grap genieten? Hier komen beest. Hier, mijn kill. Oké, die was inderdaad van jou, maar de rest niet. Jawel, dat is mijn tweede kill al. Ik heb er ondertussen alweer 26. Ik heb er 6. Geen 1. Hoeven nog maar 1 Wither te killen in totaal, denk ik. In ieder geval... Ik noem ze Wither, maar het is een Wither. 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 Ik heb die van mij al aan jou gegeven. Ja, dan heb ik er 32. Dus hopelijk nog eentje en dan moet hij er minimaal 8 droppen. En dan kunnen we allemaal vliegen. Elke keer als je namelijk een Wither killt, dan krijgt een speler zijn vleugels. Oké. <Okay. laughs> Toin. Jee, je hebt je 50ste harpy verslagen. Celebrate good time, come on.
Is Skype weer uitgevallen? Nee. Oh, gelukkig. Jullie waren gewoon doodstil. Dit ja, keer wel. Sorry. Probeer ze nu te lokken. Misschien moet je je lokroep doen. Kom maar. Kom maar. Oh. Ja, dat werkt niet echt. Dat klinkt als een magic card. Ik vraag me af, kom maar, zet nu. Dat klinkt als een magic card. Kom. Hey, hoe dat helemaal gesproken magic card zijn. Karp! Het werkt wel. Ja. Oh mijn god. Kom maar. Ik had er maar 5. Kom maar. Ik heb maar 5, dus we hebben er nog 1 nodig. Oh, dit is... Taalgebruik. Goh, dat is de eerste keer in deze opnamesessie. Valt mee. Misschien is het handig als we... Oh, die kaars. Nee, ik heb hem nog steeds in beeld. Ah. Hey! Ik wou net weer... kom maar roepen. Serieus, dat kan mijn hoofd niet aan. En... Ah. Oké, okay, we hebben de 46, we hebben er genoeg. Mooi. Nou, in ieder geval, ik heb dus geen comments meer over voor de Wall of Awesome comments, want we hadden maar 18 parts en nou zitten we dus, ik weet niet met hoeveel parts weer extra's, dus hopelijk kan ik weer jullie eventjes tevreden stellen met een paar handvol afleveringen die ik heb. Nee! Dat is toch jammer. We hopen dat het niet al te lang hoeft te duren voor de volgende keer. Oh, ik heb de perfecte eigenlijk voor jou, Erwin. Ja. Plus 20 mana. Oh, beter. En dan pak ik die wel van 2 defense. Alsjeblieft. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Rip headphone users. Maar we kunnen eindelijk vliegen. En ik ben zo blij dat ik eindelijk zo'n money true heb. Ja, dat was wel handig dat ik die vond. Alleen jammer dat ik er niet direct 2 vond. Nou, die ballon die kan ik dus nou gaan verkopen. Want daar doe ik nou echt nooit meer iets mee. Dat is waar ook, ja. Soul of Flight hebben we nergens verder volgens mij meer voor nodig. Dat is echt alleen maar om vleugels te maken. En we hebben nou 3 setjes. Ah, trouwens nee, de hoverboard voor... Ik denk dat ik die nog wel eventjes bewaar. Umbrella Head die mag weg. Die pennen die mag weg. Die andere pennen mag weg. Wou jij die KO Cannon nog hebben? Volgens mij is dat niet zo'n heel sterk ding. Nee. Een heel lomp. Hoef ik niet. Eigenlijk best wel een leuk grapje. De KO Cannon is eigenlijk een Dragon Ball Z reference naar de KO Cannon. Yep. Nun. Dus. The more you know. Terraria. Maar goed. Dus de eerste keer in heel veel afleveringen dat we dus een outrootje gaan doen. Ik heb jullie gewaarschuwd. Het wordt één grote en lange opname. Ik hoop dat jullie de nieuwe setup leuk vinden. Zo niet. Ja, sorry. Het is de enige manier hoe dat we kunnen opnemen. Gewoon in één. Hè? Geluid viel weg. Wat zei je? Voor de kijkers is het geluid nu weggevallen. Oh, ik zeg, mooi. Dit is de eerste keer dat we een outro gaan doen. Yep. En ik weet niet, dit is dus de nieuwe setup die we dus gaan doen. Ja, ik hoop dat jullie het zo ook nog leuk vinden. Zo niet, pech. Kom maar dan. Ja, we doen ons best om zo leuk mogelijk de afleveringen zo te maken. En... om überhaupt nog afleveringen van Terraria te maken, want het is niet makkelijk om het op te nemen. Dus, ja. Wil er iemand nog iets aan toevoegen? Nou, het was zo leuk om te beginnen na vele maanden rust. Ja. Twee maanden! Ik miste het wel een beetje, ja. Ja, ik ook. Maar goed, in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste moment van alle afleveringen die we gedaan hebben? Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Wat dat ook zou worden, want ik heb geen flauw idee wanneer ik dit upload. Wanneer dat het geüpload wordt, wanneer dat bewerkt is, wanneer het klaar is. Ik weet het allemaal nog niet meer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Mumei, Erwin, bedankt voor het meespelen. En, heel graag gedaan.
Zie je graag gedaan.